Ja. Ja? Oké. Okay. Tot de volgende aflevering iedereen. Doei! Oh, die zombie komt op ons af. Doe jij die zombie? Joh. Ik ga afleveren. Dag. Dag. Mooi zo. Doei! Ja, wat is er? Ja! Wat? Wat is er? Waar? Waar ben je? Waar moet ik naartoe? Kom naar het huisje. Oh, hier ben je. Kom. Wat is er dan? Wat wil je wat laten zien? Kom. Kijk! Wat? Wat is er aan de hand? Wat? Oh! Oh, wat? Wat? Dat was totaal niet geacteerd van ons. Dat is echt niet. Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe aflevering. Wat sloeg ik? Ik sloeg iets kapot. Daar ben ik, Douglas. Geen idee. Anyway, welkom bij deze nieuwe aflevering van Skylands van NewbCraft. Oh my god, mijn stem. ik ben Douglas. En ik ben Kirsten. Zo. Oké. Wij zijn dus noobs van NewbCraft. We hebben een serie, deze bijvoorbeeld, dat is Skylands. En we hebben nog een serie die heet Sadistic Survival. En dat doen we met heel veel andere mensen, waarvan mensen ook heel erg sadistisch zijn. En hierin proberen wij deze wereld te ontdekken en te overleven en leuke dingen mee te maken. Oh, waar zijn al mijn items? En we hebben eindelijk een soort van doel. Wat hebben we voor doel? Je weet wel, dat doel wat we hadden verzonnen en zo in deze wereld. Oh ja, oké. Wat dus, we hebben de kaart van deze wereld gevonden om te kijken hoe groot het is. En het is best wel groot. En we hebben dus gezien dat er een aantal dungeons zijn. Die heel erg duidelijk te vinden zijn, te zien zijn. En er is best wel veel te exploren in deze wereld. Dus ik denk dat we er gewoon voor gaan om alle dungeons te bezoeken en te raiden en everything. Oeh ja, ik ga ook even wat wapens pakken. Ja, inderdaad. Ik heb alleen geen idee hoe een dungeon eruit ziet. Ik heb echt nog nooit een dungeon gezien in Minecraft. En ik weet dus ook niet wat ik me erbij moet voorstellen. Jawel, je hebt wel een dungeon gezien in Minecraft. Wat dan? Maar de dungeon in Minecraft... Redstone? Nee, whatever. De dungeon in Minecraft... Ziet er... Is dat mossy cobblestone ding met een spawner erin? Dat is wat in Minecraft een dungeon heet. Maar hierin is het een groter blok of zo, zeg maar. Gewoon gemaakt door iemand. Want het is dus een soort van adventure map. Skylands. Casa del Cielo. Okay, daarom ben ik wel benieuwd hoe dat hij hier uitziet, zeg maar. Want ik weet dus eigenlijk nog steeds niet echt wat ik me nou kom. Waarom zit er een vark in de waterval? I don't know. Oh ja, onze mooie titanmuur en zo. Yes. Omdat het daar altijd stikt van monsters. Kirsten. Ik heb al jouw spullen hier in deze chest gedaan. Dit zijn al de spullen die je had. Oh. En al mijn spullen zijn hier. Oké. Nice. Oh, zo. Ah, slim. Yes. Dus zeg maar, nu we hebben weer onze eigen spullen, zeg maar. Ik heb alleen... Had ik al geen leggings en schoenen? Nee, ik was bezig met vissen, want dat was ook zo'n succes. Yes. Maar nee, je had geen leggings. Maar wat mij dus opviel toen ik het alles ging overzetten, was dat hier nog meer koeien en zo waren. Echt? Ik wil eerst zoeken naar een koe, volgens mij. Er moet hier ergens een koe zijn. Waar? Echt op dit eilandje? Of ja, op dit eilandje, ja. I was pretty sure about this. Cool. Kan jij trouwens checken? Ik denk dat de monsters... Oh! Er zijn er hier 3! Waar? Achter de muur? Achter de titanmuur. Zeg maar, kan je de monsters aanzetten? Want ik denk niet dat de monsters aanstaan. Echt? Ja. Oh, hij staat op easy. Hij staat niet meer op easy nu. Staat hij op hard? Nu wel. Nice. Goedjes. Waar zijn ze dan? Achter de titanmuur. Ah, pak gaan. Yes. Alright. Nee, varken. gedaan. Okay, oh, jij hebt hem op hard gezet terwijl we hier nog zijn. Oh, oké, cool. Kom. Nee! Oh. Oké, daar ging ik. Ja. Oh, okay. Shit. Oh, moet je wel oppassen met dat ik hier kan vallen. Kom maar. Even die andere koe nog. Kom maar. Oh. Niet zo dicht bij de... Waarom staat er een koe daar? Oh, daar staat een koe bij zo'n... I don't know. Maakt niet uit. We kunnen zo... Ja, maar ik bedoel, hij staat zeg maar bij zo'n riggelding. Nee. Wat? Koe, kom mee! Ik ben hem aan het douwen gewoon. Hij is er al bijna. Oh, dat kan ook. Domme koe. Nou, zijn is het donker? Is het donker? Oh, ook nog. Kom maar. Schiet niet op. We're gonna do it! Ja, je kunt het! Je bent zo dichtbij! Kom op! Kom de fuck op! Kutkoe. Get Douglas. Get in the... Kom. Ja! Oh. Cool. Ah, zo, yes. Oké, cool. Het is gelukt. Het is gelukt. Kom maar naar Kirsten. Nee. Kom. Ga eruit. Kom maar hier. Zijn er al monsters of valt mee? Nee, je zei het nog niks. Maar die koe die wil niet komen. Waarom zijn er nog geen monsters? Hier, ik heb gaan. Wat is wrong met die koe? Wat is wrong? Oh, huh? Hij komt al. Yes! Goed zo, koetje. Hey, Kirsten gaat vissen! Huh? Misschien maar dit, wat? Huh? Wat? Kijk, het regent hier. Maar niet hier. Zie je dat? Dat is weird. Ik ga vissen trouwens. Ja. Beestjes! Dit is de meest lokale regen die ik ooit gezien heb. I know, right? Oh, visjes. Oh. De visjes willen niet echt komen. Wacht, Kirs! Wat? We hebben nog... Er is daar ook nog een huisje waar we nog niet ingekeken hebben. Oh, ik heb een visje. Hé, je bent vis! Ja! Kirs, zullen we in dat andere huisje kijken? Ja, nog even vissen. Wacht, en je moet de mobs aanzetten, want dat is echt vet. Oh ja, maar ik weet niet hoe. Oké, dan laten we gewoon naar het andere eiland gaan en kijken of we ze zien. Ja. Ik heb wel honger, dus ik moet zo wel eten. Oké, er zit nog... Oh, ik heb hier nog vlees. Oh, give me vlees. Nice. Ja. Alright. Goed, laten we naar het andere gebouw gaan. Ik zie nog steeds geen monsters. Wat is dat met lokale regio? Nou, kijk, ik denk, dit is een andere biome-gras. Ik denk dat het op die manier is gedaan. Dat dit misschien zo'n soort biome is waar het niet in regent. Ik weet het niet. Kom ik naar binnen? Oh, je pressure plate key, maar er staat geen pressure plate. Oh, nee. We hebben een block of diamond. Ik heb een block of iron. Een block of iron is ook cool. Kun je die weer terug naar iron? Oh, we kunnen die diamond terug doen naar diamonds. Ja. Minecraft was er zo blij mee dat het vastliep. Maar er zijn nog steeds geen mobs. Nee. Alright, cool. We zijn er weer. Het is gefixt. Jij. Oh, er zit een heks hier. Vet, ik pak hem. Er zit een heks. Waar zit hij? Daar vullen we op. Het zijn er ook echt twee, hè, Kirsten? Dat had je niet gezegd. Oh, ik zag er maar één. Oké, ben ziek. Kan jij een beker melk voor mij pakken? Oh, kan jij met je bucket snel hier eventjes... Kirsten? Als ik een bucket heb? Jij hebt een bucket. Niet vast. Oh. Oh, ik ben al niet meer ziek. Is oké. Oké. Oeh! Ik ben wel dood. Jij hebt me gedood. Heb jij al mijn spullen gepakt? Nee. Ik moet die zelf pakken. Er zijn niet echt heel veel monsters ineens. Ik heb één... hoe heet het? Eén wall. Auw. Waar komen al die monsters vandaan? Auw. Auw. Van het spawnen. Ik heb... Wat? Ik heb één wall. Heb jij ook wall? Want dan kunnen we nog een bed maken. Woe! Ja, Kirsten! Je sloeg me weer. Ja, hallo. Iedereen komt in mijn beeld. Gelukkig mogen we dood. Ja, maar ik sta niet echt voor met de... Ja, eigenlijk sta ik wel voor met het doodgaan. Oké, Kirsten, geef me je wol. Geef me je wol. Geef me je wol. Geef me je wol. Je hebt twee wol. Holy sh... Oh, wat? Hoeveel creepers zijn dat? Geef me je wol. Geef me je wol. Ja, wacht. Hier. Pak dat in de chest. Oh, die zit in je chest. Ja, ik heb er niks uitgepakt. Oh, je hebt er niks uitgepakt? Nee. Oh. Holy shit. Oh! Kirsten! Is de muur niet opgeblazen? Jawel. Oh, en ik hoor een creeper. Of een enderman. Oh my god. Oké, er zijn nu twee bedden. We kunnen nu... Ik bedoel, het heeft nou geen zin meer. Oh, ja. Oh, wat erg dit. Oh, hoe gaan we dit doen? Ik bedoel, hoe gaan we dit doen? We hoeven hier geen aandacht aan te besteden. Het is weer licht. Kirsten. Ja? Er is nog een kistje. Daarboven. Auw! Potverdomme! Ik ga de monsters... Ik ga erin. Ik ga erin. Ik ga al mijn spul ga ik wegdoen, behalve mijn iron sword. En dan ga ik erin. Oké, heb je ook eten? Want ik heb honger. Oké, ik ga zo dood. Ik ga dood. Als je me dit was zonder... Oké, wacht. Wacht. Oh. Er is niks meer van het eiland over zo meteen. Iedereen zit hierin. Oh my god. Oh my god. Dit is zo mooi. Ik hoor een enderman. God. Oké, goed. Kunnen we eindelijk naar boven? Kom ik naar boven? Ja, wacht heel even. Ik zie een slimeblok. Of een slime. Wacht, heel even. Waar zijn mijn torches? Ik heb hier 4 torches. Ja, wacht heel even hoor. Even wat dingen regelen en zo. Ik ga er stil bouwen hier. Echt? Ja, ik heb er toch de tijd voor, toch? Nee, wacht. Ik ben bijna klaar. Bijna klaar. Bijna klaar. Bijna. Oké. Oké, wacht. Oké, waar ben je? Ik ben boven. Waar boven? Gewoon de waterval op. Oké, wacht. Ik kom. Oké. Kijk, mijn kasteel. Wauw, oh my, hij is zo prachtig. Oh my god, hij is zo mooi. Je laat hem ook lekker staan. Kom, we gaan naar het kistje. Ja. Woe. Die staat voor mijn neus. Kom. Woe. Ik flikker er bijna vanaf. Dan moet je niet... Kun je niet trouwens nog een paar keer doodgaan, want jij loopt nog steeds voor. Nee. Woe. Ik ben gewoon een veel betere Minecrafter. Kijk, ik heb één gang gevonden. Ik ga veel minder vaak dood. Oh nee, ik wist echt niet dat hier een huisje was. Oh, maar... Wat? Oh! Oei. Ja, oh! Steel mijn diamond niet. Oh, ik dacht ik heb in ieder geval de kool, ik dacht dat niet. Oké, hey. Nee, ga weg. Kom eens hier met die diamanten. Daar is iron. Wat? Daar is iron. Ja, nee. Maakt niet uit. Oké, hier. Pak ze dan. Je laat je diamonds liggen. Hé? Huh? Ik loop er overheen, maar precious diamond. Yay! Je lagt. Jij ook. Nou en? Alles lagt. Jij lagt. Ja, maar jij staat mid-air te vechten met een... Wow! fuck dit. Alweer meer voedsel. Ik stel voor dat we daarheen gaan en misschien iets verder gaan lopen of zo. Een beetje anders zitten. Ja, dat is inderdaad wel wat ik ook graag wil doen. Heb ik hier nog vlees? Oh nee, ik heb het al weggegeven, hè? Nee, daar zitten echt 3 varkens, dus ik ga even varkens ik heb nog slachten en zo. Diamonds! Kom! Kom. Ga gewoon exploren. Ik zie diamonds daarboven! Wat waar? Daar! Wat? Zullen we daar naartoe gaan? Allemaal diamonds? I think so. Ik heb mijn iron pickaxe niet bij me. Oké, we moeten daar een keer iets mee gaan bouwen. Ik heb wel een iron pickaxe. Hij gaat hier oversteken. Ik bouw mijn eigen brug. Zo. Hey, cool. Alright. Ik ging naar boven. Zo. Zo. Sorry, we zijn een beetje stil, maar dit vergt een klein beetje concentratie, omdat we gewoon niet dood willen. Inderdaad. Ik ben echt super slecht in multitasken, dus als ik me ergens op aan het concentreren ben, dan kan ik ook echt niet tegelijkertijd praten. Ja. Yeah. Dat wordt hem gewoon niet. Hoe komen we hier überhaupt zo weer naar beneden? Oh, oké. Okay. Ah, de monsters, er zijn er allemaal. Wat leuk. Ah, wat leuk. Zo blij. Als een skelet ons schiet, zijn we de lul. Oh ja. Trouwens. Het is toch iets... Wat ben je aan het doen? Ik ben daar naartoe gaan, want ik kan moeilijk naar beneden. Bijna vast in een BAH! Ik kan ook niet meer, ik kan niet meer vertrouwen waar ik naartoe loop. Eventueel ga ik dood. Ik ga even kijken of ik zombies af kan maken. Dan heb ik in ieder geval wat zombievlees. Wow, oké. Nee. Oh, the lag is gonna kill me. Ik weet het nu al. I know, right? Zelfs ik heb lag. Hallo, creeper beest. Oh, nee! Ja. Nee! Ben je dood? Nee, maar ik ren hier het zand op. Hier ben ik... veilig. Kid, wat was het nou? Als je een blok neerzette, dan viel al het zand en de gravel? Of als je een blok weghaalde? Als je een blok neerzette, in ieder geval. Maar ook Kirsten, als je het weghaalde. Thanks. Dat wil ik wil dat eerst even testen voordat ik hier overheen durf. Je lagt echt super erg. Ja. Yeah. Oké, ik denk dat dit toch maar het einde is. Oké, nee, neerzet. Oh! Oh! Ah, nee. Eén hartje. Heb je eten? Woe! Oh, wat gebeurt er helemaal naar boven? Niks, het is veilig, kom maar. Are you sure? Ja. Heb je iets te eten? Oh, daar is Creeper Island. Er zijn 2 creepers naast me. Oké, dus dingen neerzetten kan wel, maar dingen kapot maken denk ik niet. Ik ga het hier proberen. Weet ik niet. Kunnen we dat nu niet gaan proberen of zo? Bij een klein stukje daar aan. Oké. Ja, kunnen we dingen kapot maken? Wow. Je zat niet op het zand, hè? Nee. Because a lot of sand just went down. Oh my god. Ik zag het. En dat was omdat je wat neerzet of weghaalde? Wow. Hey. Weghaalde. Neerzetten kan. Echt? Kijk. Oh. Lop. Waar gaan we naartoe? Doe het weer normaal trouwens, Minecraft. Oh, Kirsten, er komt een spin op mij af. Ik zie hierboven Mossy Cobblestone, maar ik weet niet of dat zegt of daar een... Ah, ja! Zombo's! Zombo's. Ik heb trouwens nog maar 2,5 hartje. Ah. Ik heb ook weinig. We kunnen eventueel ook teruggaan en dan hier. Ja, zo terug. Oh, kijk uit! Hij saved you. Oké, zullen we teruggaan? Ja. Ja, is goed. Oh god, dit is echt... Oh my god. Ik heb nog maar 1,5 hartje. Ik zie niet hoe ik dit ga overleven. En dan komt een spin van alle kanten. Ik heb je zojuist je leven gered. Oh! Oh! Zullen we onze spel nog even terughalen? Hier gooi tegelijkertijd dood. Cool, ik ren er alvast naartoe en dan pak de spin, anders is het denk ik tijd om te stoppen. Creeper ook op ons eiland, een beetje dicht bij de, brug. Ik ga gewoon rennen en springen. Rennen en springen. Hi guys. Ah, thanks, dat is de kant die ik op wilde. Auw! Ho, Enderman! Hallo Enderman! Creepers. Oh, jouw brug. Oh my god! Oh, ah! Thanks Kirsten, denk ik. Het probleem is dat we hier nu niet omhoog kunnen. Oh, bah. Oei, ik maak een trapje. Hi. Oké. Kijk wel uit dat je niet mijn spullen pakt en ik jouw spullen en zo. Yes. Oké, dit zijn dan mijn spullen in ieder geval. Zijn dat jouw spullen? Oké. Volgens mij wel. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Want ik volgens mij ging ik hier wel redelijk dood. Volgens mij liggen onze spullen door elkaar heen. Au, ja, we pakken gewoon zoveel mogelijk en dan... En dan zien we het wel weer. Ja. Ah, I'm gonna die again. Er is ook gewoon... Jezus. Oh, oh my god. Nou! Waarom ga jij... Ja, klopt. Ik heb mijn diamonds ook weggedaan. Waarom ga jij niet gewoon dood of zo? De counter gaat alleen maar hoger. Ik zit al in de double digits. Kirsten, er lopen 4 zombies op de brug. Ik kan niks. Zodra we... I think we lost all our stuff. Nee, ik vind het voor niet. Oké, ik ga ook even zwaard uitpakken. Ik realiseerde me dat, hier natuurlijk ook gewoon een kistje is nog met dingen. Want de kistjes zijn er, yeah! Oh, nee! Zwaard, oh my god. Ben je eruit gevallen? Yes! Oeh! Oh nee. Oeh! Mijn... Oeh! Zullen we eerst gaan slapen? Dat zou kunnen. Zullen we eerst gaan slapen? Dat zou kunnen, maar er zijn te veel monsters nu bij de slaapplek. Oh shit. Of we maken onze bedden heel gauw stuk en dan gaan we naar plekken waar we... Maak ons bedden stuk en komt gauw hierheen. Oké, kom hierheen. Waar is hierheen? Kom hier, op de waterval, op de waterval. Op de waterval? Ik hoop dat ik het red. Ik zie jou hierboven, die is zo mokkend. Kom maar boven, niet terug. Ik viel naar beneden. Oké, zet ze hier neer. Als ik niet eerst val. Alright. Zet ze neer, Oké, eerst... Die lijst! Die lijst van hoe we dood zijn gegaan. Woe, Geronimo! Nee, dan zijn je nog creepers. Woehoe! Oké. Poging 400. Oké, ik heb er 2 inksacks. Nice, critical hit. Dan naar bed gaan was een goed idee. Ja, hè? Dat we daar niet eerder aan hebben gedacht. Waar zijn onze spullen? Oh, daar zijn er nog. Een aantal? Nee, best veel nog. Ik pak gewoon zoveel als we kunnen en dan verdelen we het daar wel. Cool. Ik help. Ik heb bijna alles al, maar... Ja, ik heb hier. Er is hier nog. Net op het randje. Zo, nu hebben we in ieder geval onze spullen. Of in ieder geval het merendeel van onze spullen. Yes. Woe! Ik ga de 2 koeien die hier staan slachten voor eten. Zeg maar de 2 koeien... Oh, en een big die buiten ons compound zijn, zeg maar. Buiten de hek. Buiten de hek. Buiten het hek. Zo. Kom eens, koe. Ja, nou, koe als je niet wil... Potverd... Al die insects. Anyway, oké, goed. Alles is op orde. We hebben het geregeld. Alles werkt. Dus iedereen, tot de volgende keer! Jee, kijk, daar in de achtergrond. Daar. Wat? Daar. Wat? Daar. Over mijn schouder. Wat? Octopus. Hey, connection lost! Nou, dat is prachtig. Perfect. Ik zie die octopus niet. Oké. Tot de volgende keer. Doei! Oh, wacht. Oh, oké. Okay. Doei! Doei! Hey, ik zit er niet meer in hoor, by the way. Ik ben connection lost. Hallo internet, ik hoop dat jullie genoten hebben van die aflevering van NewbCraft. Als je hier op het gele vlak klikt, krijg je meer Sadistic Survival van mij en mijn huisgenoten. En je kan mij en mijn huisgenoten ook in de ruimte zien als je op het paarse vlak klikt in onze webserie 33a Adventures. En vergeet niet hieronder te klikken op subscribe als je dat niet al eerder gedaan hebt. In ieder geval heel erg bedankt en tot de volgende keer. Doei!